Een nieuw hoofdstuk, een krachtig hoofdstuk, namelijk een hoofdstuk over krachten. We gaan van start. We gaan van start met de vraag, wat is een kracht? Want ja, een kracht die je zeker kent is de zwaartekracht. Een onmisbaar iets, want hierdoor blijf je veilig op de aarde. Hoewel, je kunt er wel van afkomen, maar dan moet je wel ontzettend hard springen. Namelijk 40.000 km per uur. Dat is dus de snelheid van een raket, maar even terzijde. Een andere kracht is de veerkracht. Ook een kracht die je zeer vaak tegenkomt. Een hele plezierige kracht zelfs. En zo ben je al flink wat krachten tegengekomen. Bekende krachten, maar ook nog andere onbekende krachten. Maar, precies, wat is het? Een persoon die hierover heeft nagedacht is meneer Isaac Newton, een geniaal Engelsman. Die heeft aangegeven dat je aan een voorwerp kunt zien wanneer een kracht opwerkt. Je ziet dan namelijk dat het voorwerp van snelheid verandert of dat het voorwerp van vorm verandert. In de natuurkunde is het symbool voor kracht de hoofdletter F en de eenheid is de Newton. Hou een kilopak suiker op je hand en je voelt een kracht van 10 newton. Om kracht te kunnen beschrijven, moet je drie dingen erover kunnen zeggen. Dat is, je moet aangeven hoe groot de kracht is, dus in newtons. Je moet de richting kunnen aangeven, omhoog, omlaag, schuin, etc. etc. En het aangrijppunt, dus waar werkt de kracht op? Al deze drie zaken kun je aangeven door kracht te tekenen als een pijl. Immers, een pijl heeft een bepaalde lengte, een pijl heeft een bepaalde richting en een pijl staat ergens. Ook nog iets om te onthouden is de werklijn van een kracht. Dat is de denkbeeldige lijn waarop de kracht ligt. We gaan een aantal krachten onderzoeken en beginnen met de zwaartekracht. De kracht die de aarde op je uitoefent door zijn enorme grote massa. Op een willekeurig voorwerp op de aarde wordt door de aarde getrokken met een kracht die je kunt berekenen met m keer g. Tja, massa keer g. G is een valversnelling en die is in Nederland, zoals je weet, 9,81 meter per seconde kwadraat. Maar op beide polen is deze iets groter, op de evenaar is iets kleiner en als je behoorlijk ver omhoog gaat, is je ook behoorlijk wat kleiner. Gemiddeld op aarde is g 9,81 meter per seconde kwadraat. Maar ga je echt ver weg op andere hemellichamen, dan kom je ook echt andere waarden voor g tegen. Conclusie, zwaartekracht is afhankelijk van de plaats. Op aarde mag je hem redelijk constant beschouwen, maar als je echt grote afstanden verplaatst, dan kan hij dus veranderen. Ieder stukje van je lichaam ondervindt een zwaartekracht. Dus als je zwaartekracht op je lichaam moet tekenen, zou het eigenlijk ontelbaar veel kleine krachten moeten zijn. Dat is niet handig. Dus wat doen we? We kiezen één punt uit in je lichaam waar de zwaartekracht in totaal op werkt. Je krijgt dus dat je de zwaartekracht kunt tekenen als één pijl en die pijl die begint dan in het zwaartepunt van je lichaam. Tot zover de zwaartekracht. We gaan nu over naar de normaalkracht. Normaalkracht is nog niet eerder maar bekeken, maar het is wel een kracht die vaak voorkomt. Want stel je voor, je staat op tafel. De zwaartekracht wil je omlaag trekken en toch gebeurt dat niet. Er moet dus een kracht zijn die even hard als een zwaartekracht de persoon weer omhoog duwt. En die kracht, dat is de normaalkracht. Normaalkracht is een kracht uitgeoefend door een ondersteunend vlak en die altijd loodrecht staat op dat ondersteunend vlak. Dit laatste is ook de reden waarom het normaalkracht heet. Immers, in de wiskunde is de normaal een lijn die loodrecht op iets anders staat. Een voorbeeldje. Een voorwerp van 2 kilogram ligt op een horizontaal vlak.
Vul eerst eens in hoe groot de zwaartekracht en hoe groot de normaalkracht is. Eerst zelf even doen, dus klik eerst op pauze en dan pas verder. De zwaartekracht bereken je met m maal g, dus dit wordt met de juiste significantie 20 newton. En omdat het voorwerp in rust is, moet de normaalkracht gelijk zijn aan de zwaartekracht, dus hier ook 20 newton. Maar wat gebeurt er als het vlak gaat kantelen? Je ziet dat de zwaartekracht altijd loodrecht naar beneden blijft. En het blijft natuurlijk ook even groot. De normaalkracht blijft ook loodrecht op het ondersteunend vlak. Het draait dus mee, maar ook zal de normaalkracht kleiner worden. Hoe verder het vlak helt, hoe kleiner de normaalkracht wordt, totdat deze nul wordt als het vlak recht omhoog staat. Tot zover de normaalkracht. Nu de spankracht. De spankracht heeft te maken met een koord, touw, ketting of wat dan ook. Dit keer een koord. Ook nu zie je de persoon niet bewegen, dus er moet weer een kracht zijn die de persoon omhoog houdt. En dat is hier de spankracht. De spankracht zit in het koord en, belangrijk, in het koord is de spankracht altijd overal even groot. Een voorbeeldje. Dit lijkt ingewikkeld, maar laat je niet in een luren leggen als je het antwoord zoekt op deze vraag. Natuurlijk wel ook hier weer eerst in een pauze drukken voordat je verder gaat. Oké, we beginnen met stap 1. Welke kracht weet je in ieder geval en teken deze meteen eventjes. De kracht die bekend is natuurlijk de zwaartekracht. 2 kilogram, dus de zwaartekracht kun je tekenen, die is 20 newton. Stap 2. Het blok hangt stil, dus de zwaartekracht wordt opgeheven door de spankracht. 20 newton omhoog. En wat weet je van de spankracht? De spankracht is overal even groot. En dus ook in het koord, helemaal links. Dus de spankracht is daar ook 20 newton. Je ziet, het is minder moeilijk dan dat je denkt. Niet gevraagd in dit voorbeeld, maar de spankracht is overal 20 newton. Dus ook daar en ook daar. Overal is de spankracht aanwezig in het koord en overal is deze 20 newton. Een volgende kracht. De veerkracht. Natuurlijk treedt de veerkracht op in een veer. Als deze in rust is, dan is er geen veerkracht. Maar als er aan wordt getrokken en de veer krijgt een uitrekking naar rechts, dan voel je dat de veer terugtrekt naar links. Trouwens, de veer trekt ook aan de andere kant even hard. Wat dat betreft lijkt het wel een beetje op de spankracht. De veerkracht kun je berekenen met F is C maal U, waarbij C de veerconstante is, maar daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op terug. Nogmaals de veer, maar nu trekken we niet aan, maar we duwen de veer in. De veer krijgt dus een uitwijking naar links. De vinger voelt nu dat de veer terugduwt naar rechts. Ook nu weer duwt de veer even hard tegen de andere kant aan. En ook nu weer kun je de veerkracht berekenen met F is C maal U. Dus F, veer, is C maal U, waarbij C de veerconstante is in newton per meter. De veerconstante geeft aan hoe stug een veer is. Een stugge veer heeft een hoge veerconstante en slappe veer heeft een kleine veerconstante. U is de uitwijking, let op, in meters. En als je dat alles invult, dan krijg je de veerkracht in newtons. Deze veerkracht is altijd tegengesteld aan de uitwijking, met als aangrijpingspunt daar
waar de veer contact maakt. We eindigen met wrijving. In de film Bambi wordt de invloed van wrijving duidelijk gemaakt. Het hertje Bambi kan niet op het ijs lopen, terwijl Stampertje, zijn maatje het konijn, wel makkelijk uit de voeten komt. Het verschil is dat de onderkant van poten dusdanig zijn dat er wel of juist geen wrijving is. Door wrijving kun je je goed afzetten en dus goed lopen op een glad oppervlak. Er zijn drie soorten wrijving. De eerste is de schuifwrijving, dus de wrijving die er is als je voorwerp over de grond schuift. Hoe ruwer het oppervlak, hoe sterker de wrijving, maar ook hoe zwaarder het oppervlak, hoe groter de wrijving. De tweede is rolwrijving. Dat is de wrijving als je het voorwerp niet schuift, maar rolt. Deze wrijving is aanmerkelijk minder groot als de schuifwrijving. Ook hier is het oppervlak en het gewicht van belang hoe groot de wrijving is. De laatste wrijving is de luchtwrijving. Als je fietst, voel je die wel terdege. Belangrijk is dat deze weerstand afhangt van de snelheid en de vorm van het voorwerp. Even een situatie met alle soorten wrijvingen. De schuifwrijving treedt op bij het schuiven, dus bij de skis tegen de ondergrond aan. De rolwrijving treedt op bij het rollen, dus bij de voor- en achterwiel van de fietser. En de luchtwrijving op beide personen, maar de wrijving zal bij de fietser kleiner wezen omdat die meer gestroomlijnd is. Je ziet hier ook weer de wrijvingskracht. Maakt eens uit welke wrijvingskracht is altijd tegengesteld aan de beweging. Tot zover weer de uitleg. Neem de vragen die je hier ziet over en beantwoord ze en neem ze mee naar de les. Ik reken er weer op.